Hey, leuk dat je meedoet aan deze missie. In de vorige missies heb je al ontdekt hoe machine learning werkt. Daarnaast heb je je eigen machine learning model getraind met een hele berg voorbeelden. In deze missie ga je een game met kunstmatige intelligentie programmeren. In deze missie ga je een spel steen, papier, schaar met kunstmatige intelligentie programmeren. Navigeer nu eerst naar de Teachable Machine. Start een nieuw image project. En maak 4 klasses. Steen, papier, schaar en de achtergrond. Voer voor alle 4 de klasses voorbeelden aan je model. Steen, papier, schaar en de achtergrond. Start dan de training. Nu jij. Exporteer dan je model en kies voor upload en kopieer de link. Download ook mijn Scratch project met de sprites. Navigeer dan in Chrome naar deze site. Klik linksonder op de extensiebutton en selecteer TM to Scratch, Teachable Machine naar Scratch. Klik dan op bestand en uploaden vanaf je computer. Selecteer dan het bestand dat je eerder hebt gedownload. In de code maak je eerst verbinding met je model. Dan een korte sequentie om de sprite op het juiste uiterlijk in te stellen en af te tellen. Drie seconden wachten en video uitzetten. Nu jij. Een variabele om de keuze van de computer in op te slaan. Een willekeurig getal tussen 1 en 3. Steen, papier of schaar. Nu lijkt het straks of er een foto wordt gemaakt, maar dat is eigenlijk niet echt zo. Wanneer je image label zou aanvinken, zie je dat de camera constant het beeld van je webcam vergelijkt met de trainingsdata in jouw model. Alleen op het moment dat je programma een keuze maakt, wordt het gebaar van de speler op dat moment vastgelegd. Dan 3 condities, voor iedere keuze van de computer 1. En de sequenties wat je programma doet bij iedere keuze. Nu jij. Dan bepalen wie wint. Als de computer steen kiest en de speler ook steen, dan is het gelijkspel. Als de computer steen kiest en de speler papier, dan wint de speler. Als de computer steen kiest en de speler schaar, dan wint de computer. Ditzelfde voor de andere 2 keuzes. Pas alleen de labels nog even aan.
Klaar? Spelen maar. In deze missie heb je gezien hoe machine learning werkt. In plaats van je computer stap voor stap instructies te geven, train je hem met behulp van voorbeelden. Ook heb je verschillende machine learning modellen getraind en een aantal programma's gecodeerd die op basis van de voorspellingen uit zo'n model keuzes kunnen maken. Belangrijk is ook dat je hebt ontdekt dat de voorbeelden, de trainingsdata, bepalen of een machine learning model bevooroordeelde keuzes maakt of niet. En natuurlijk wat jij als programmeur kunt doen om dat te voorkomen. Leuk dat je hebt meegedaan aan deze serie. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Of check onze social media kanalen zoals Instagram of Pinterest. Tot een volgende missie.